Buenos dias. Het is 8:00 ochtends en het is al zo lekker. Vandaag gaat het eindelijk weer warm worden. Heerlijk. Gisteren is onze Spaans in de praktijk rondreis door Extremadura afgelopen. Maar weet je wat zo cool was? Het was echt zoals ik hoopte dat het zou zijn. Zo werd het ook. Zo is het ook echt geworden. We hadden een groep. We waren met 12 personen. En dan Thomas en ik natuurlijk erbij. En ik zei natuurlijk altijd, jullie moeten naar Extremadura komen. Zo cool, moet je gewoon echt een keer gezien hebben. Maar het coole is, nu ging ik het bekijken door de ogen van mijn cursisten. En zij waren dus ook zo enthousiast, zoals ik altijd ben. Dat ik zeg, ja, het is zo mooi, kom hier kijken. Zo hadden zij ook van, nou, jeetje, het is net alsof ik 5 vakanties in 1 doe. Weet je, op een gegeven moment liepen we in de ene stad en dan zeiden ze, nou, dit is net Italië. Of dan waren we in een natuurgebied, dan zeiden ze, nou, dit is net Polen. Of ik heb echt alle landen voorbij horen komen. Echt zo leuk. En ook mensen die zeiden, ik kom zeker terug. Het is hier zo mooi om te wandelen, om de, ja, de rust natuurlijk, hè. Kijk, het is natuurlijk echt net zo groot als Nederland. Alleen wonen er maar 1 miljoen mensen. En eigenlijk zitten die 1 miljoen mensen meest verspreid over de 3 steden. Dus het betekent dat je echt maar 10 inwoners per vierkante kilometer hebt. Dus moet je nagaan wat een uitzicht je hebt. En dan al die weilanden. En het is natuurlijk prachtig groen nu hier in april. De volgende reis is oktober. Maar in oktober heb ik alweer gehoord van, dan gaan we naar Parque Monfrouwen. Supercool. En dat is dan de bronsttijd van de herten. Dus dat is natuurlijk ook weer spectaculair. Dus in oktober gaan we ongeveer hetzelfde doen. Alleen gaan we er ook heel veel herten bij bekijken. Dus ja, het is, ik zou zeggen, ga maar mee. En wij hadden ook echt, het was heel mooi. Wij kwamen met 12 mensen bij elkaar. 14 mensen dus. En het was net allemaal zo, klik, 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 klik. Iedereen paste in elkaar, weet je? Ik bedoel, iedereen had een klik met elkaar. Het was zo leuk. Een gevarieerd gezelschap. Maar wel allemaal, ja, een beetje allemaal dezelfde humor. En echt, ik heb vreselijk gelachen. Het was waanzinnig. Echt zo mooi. Ik ben echt zo blij dat het zo goed gelukt is. En ja, ik heb natuurlijk ook zoiets van, ja, dit gunnen wij natuurlijk nog veel meer mensen. Het is echt de moeite waard om eens een keer Extremadura te bekijken. Want het is echt zo mooi als je ziet op de plaatjes. Weet je, het is echt zo mooi als je het googelt. Het is nog veel mooier eigenlijk. Het is echt leuk om een keer te komen kijken. Ik zou zeggen, kijk maar eens op mijn website. Kijk maar eens op supergoedspaansleren.nl. Like deze video. Dan gaan veel meer mensen het zien. Want Extremadura moet echt op de kaart gezet worden. Hè? Extremadura is echt de moeite waard om te bekijken. Dus ik nodig ook echt iedereen uit. Ook als je niet mee wil met een groepsreis, weet je, stuur me een berichtje. Dan kan ik je altijd allerlei tips geven. En dat zie je natuurlijk ook op mijn website. Ik zou zeggen, ga maar mee. Het is echt wel heel cool. 4 oktober gaan we. Maar we hebben maar 14 plekjes. 14 mensen kunnen er mee. Dus ik zou zeggen, doe het maar. Je gaat zien hoe cool je Extremadura gaat vinden. Tot gauw. Hasta pronto. Adiós.